Super leuk dat je luistert naar de podcast Mentor. Ik ben Jessica, podcast manager en ik help voornamelijk vrouwelijke ondernemers hun kennis te verspreiden en anderen te inspireren door middel van een podcast. Naast de technische taken rondom de podcast zelf, zoals het opstarten, editen en verhuizen van de podcast, help ik ook bij de marketing eromheen door middel van blogs, social media berichten, stories en reels en zet ik de podcast op YouTube. Als jij graag je eigen podcast wilt starten, herstarten of als je wilt groeien met je podcast, dan zit je hier goed. Ik deel hier mijn kennis en praktische tips met je om te starten, maar ook om te groeien met je podcast. Daarnaast gaan we het hebben over mindset en deel ik natuurlijk mijn eigen ervaringen met je, zodat jij hiervan kunt leren. Als je deze aflevering interessant vindt, zou ik het super tof vinden als je deze deelt. Op Instagram ben ik te vinden onder @jessicaboots.nl. Nogmaals, super leuk dat je luistert en heel veel luisterplezier. Ja, daar gaan we dan, mijn allereerste podcastaflevering. Superleuk dat je luistert. In deze allereerste aflevering ga ik je wat meer over mij vertellen, zodat je weet naar wie je luistert, wat ik doe en wat je kan verwachten in deze podcast. Nou, ik ben dus Jessica, het gezicht achter podcastmentor. En met mijn bedrijf help ik voornamelijk vrouwelijke ondernemers bij hun podcast. Dus ik help bij de opstart daarvan en bij het editen, maar ook bij de hele marketing eromheen. Maar daarover zal ik straks even wat meer vertellen. Uh, nou, ik ben 27 jaar en ik woon samen met mijn vriend en onze kat in Noord-Holland. En reizen is echt mijn grote passie. Als klein meisje wilde ik altijd al alles zien. En mijn ouders konden de meest luxe camping boeken. En alsnog stond ik elke ochtend naast hun bed om te vragen waar we heen zouden gaan. Ik vond het gewoon zo interessant om allemaal nieuwe dingen te zien. En op mijn achttiende vertrok ik dan ook in mijn eentje naar Nieuw-Zeeland. Ik had nog nooit gevlogen, ik was nog nooit zonder mijn ouders op vakantie geweest. Maar ik wilde gewoon zo graag het gevoel van de vrijheid voelen. Dus nou, daar ging ik heen. Ik uh, was au pair voor twee kinderen van twee en vier. En in de weekenden en in de vakanties kon ik rondreizen door het land. En nou, na een jaar ging ik weer terug naar Nederland en heb ik een half jaartje hier in de buurt gewerkt. Maar ik kreeg al heel snel een beetje een benauwend gevoel. Het gevoel dat ik weer weg moest weer op reis moest gaan. Dus uh, bij de eerste mogelijkheid om weer weg te gaan, was ik weer weg en ging ik voor een half jaar naar Frankrijk. Daar heb ik op een camping gewerkt en ook au pair voor twee tieners. En inmiddels had ik me ingeschreven voor een opleiding, HTRO, Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs uit mijn hoofd. En daarmee zou ik gaan beginnen zodra ik weer terug was in Nederland. En ondertussen had ik ook al mijn huidige vrienden ontmoet. Maar in Frankrijk realiseerde ik me dat ik niet per se weer een opleiding wilde doen en dat ik veel liever eigenlijk. Zelf op reis ging dan dat ik over uh, reizen en toerisme en uh, vakanties zou leren. <laughs> dus nou, na het besproken te hebben met mijn vriend, hadden we besloten om samen naar Australië te gaan. En we gingen eigenlijk echt heen zonder plan. Als mensen aan hem vroegen voor hoe lang we zouden gaan, antwoordde hij met zes maanden. En als mensen het aan mij vroegen, dan zei ik twee jaar. <laughs> dus we hadden echt geen plan. We hadden ook geen idee wat we daar gingen doen. Maar we gingen gewoon heen en we zouden het wel zien. Nou, dat is dus ook gebeurd. Uh, we gingen daarheen. We hebben heel veel gewerkt, heel veel gereisd. We hadden onze eigen auto gekocht en het was echt fantastisch. En uiteindelijk zijn we anderhalf jaar gebleven. En na die anderhalf jaar gingen we nog twee maanden naar Azië om daar nog even rond te reizen. En toen daarna gingen we weer terug. Nou, en eenmaal terug ging ik werken in de kinderopvang. Want ik had uh, een opleiding gedaan voor de kinderopvang. Dus dat was wel de meest logische weg voor mij. En ik had wel heel bewust gekozen voor een opvang waarvan ik echt achter de visie stond. Zodat ik er ook echt met plezier kon werken. Maar na daar een tijdje gewerkt te hebben, voelde het toch weer een beetje benauwend voor mij. En ik wilde echt meer die vrijheid voelen. En als je bij een baan in loondienst werkt, hè, dan moet je overleggen met mensen wanneer je op vakantie kan. En dat voelde voor mij gewoon niet heel fijn. Ik wilde gewoon op vakantie kunnen wanneer ik dat wilde. En ik wilde niet een half jaar van tevoren al moeten beslissen wanneer ik op vakantie wilde. Dus ik ging op zoek naar iets anders wat ik kon doen. En dat is nog best wel een zoektocht geweest. Want in eerste instantie dacht ik voornamelijk aan reizen. Want ik vond reizen zo leuk. Dus ik heb een cursus gedaan als reisadviseur. Nou, dat bleek toch niet helemaal mijn ding te zijn. <laughs> en toen heb ik nog een cursus voor fotografie gedaan. Want ik dacht: dan kan ik reizen en fotograferen tegelijk. Perfect. Maar dat was ook niet helemaal mijn ding. Dus, nou, uiteindelijk ging ik weer op zoek. En als ik het hier dan over had met mensen in mijn omgeving, dan begrepen ze mij ook niet altijd helemaal. Want uh, het, de tijd van de vrijheid en het reizen, dat had ik nu eigenlijk wel gehad. En nu was het tijd om te werken. En werk is werk, en werk is niet altijd leuk. Maar voor mij voelde dat heel anders. Want ik vind wel dat je het op je werk naar je zin moet hebben. En het is niet dat ik het niet naar mijn zin had op mijn werk. Maar ik wilde gewoon echt veel meer de vrijheid voelen. En ik voelde ook dat ik dat achterna moest gaan. Nou, en in Australië had ik al kennis gemaakt met podcasts. Dus ik dacht, laat ik weer eens naar podcasts gaan luisteren. En toen kwam ik erachter dat er echt zoveel meer mensen zijn, zoals ik, die de vrijheid wilden, die meer wilden reizen en meer voldoening wilden halen uit datgene wat ze deden. Dus uiteindelijk, na aardig wat podcasts geluisterd te hebben. Hoorde ik over locatie-onafhankelijk werken. Nou, dat klonk natuurlijk perfect voor mij. Ik dacht: dit is echt iets voor mij, dit moet ik doen. Maar goed, dan komt nog de vraag: wat ga ik dan doen voor locatie-onafhankelijk werk? Want er is natuurlijk zo ontzettend veel wat locatie-onafhankelijk kan. Ja, je hebt eigenlijk alleen een computer nodig en internet en dan ben je locatie-onafhankelijk. Dus wat wilde ik dan gaan doen? Nou, de podcast uh, van degene waarnaar ik luisterde en waarin ik me enorm herkende, was Virtual Assistant en die gaf ook opleiding aan Virtual Assistants. Dus dat besloot ik te gaan doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik begon als Virtual Assistant en ik begon eigenlijk als all-round Virtual Assistant. Ik wist ook niet zo goed wat ik wilde doen. Ik wist ook niet zo goed wat ik allemaal kon doen. Dus ik dacht, ik neem gewoon lekker alles aan wat mensen vragen en dan zie ik wel. Nou, en na een paar taken gedaan te hebben voor kennissen, kwam ik in contact met Kim. En Kim had in haar stories gezet dat ze haar podcast aan het editen was. En ik had wel een cursus gedaan om een podcast te kunnen editen, maar ik had het nog nooit echt gedaan. Dus ik dacht, ik stuur haar gewoon een berichtje eh, om voor te stellen dat ik het een paar maanden gratis voor haar wil doen. En daar is eigenlijk echt een super mooie samenwerking uitgekomen, want Kim is starterscoach, dus zij helpt mij als startend ondernemer. En in ruil daarvoor help ik haar met haar podcast. En na dit een aantal maanden gedaan te hebben, realiseerde ik me dat ik het podcastgedeelte echt het allerleukste vond van al mijn taken. En ik kreeg ook steeds nieuwe ideeën hoe ik een podcast kon laten groeien en wat ik nog meer zou kunnen doen voor taken. En zoals ik net al zei, hadden podcasts mij ontzettend geholpen bij dit hele proces met wat ik zelf wilde doen. Dus ik vind het ook gewoon echt een super mooie manier van kennis opdoen en overdragen aan anderen. Dus ik besloot om volledig voor de podcast te gaan. Nou, inmiddels is dat moment dus al zo'n acht maanden geleden. En ben ik dus sinds die tijd volledig aan de slag als uh, podcastmanager. Een half jaar geleden heb ik mijn baan in loondienst kunnen opzeggen. Dus ik werk sinds die tijd ook echt fulltime. En ik heb al super veel geleerd over podcasts en over ondernemen. En nou ja, dan vraag jij je natuurlijk af: wat doe je dan allemaal als podcastmanager? Nou, ik doe eigenlijk. Um, alles wat met de podcast te maken heeft. Dus ik doe het technische gedeelte, zoals het opstarten van de podcast en het verhuizen naar een andere podcast host en het editen. Maar daarnaast doe ik ook nog heel veel andere marketingtaken, zoals uh, blogs schrijven van de podcast, uh, social media berichten ervan schrijven. Ik maak reels van de podcast. Uh, ik zet ze op YouTube. Nou, dus eigenlijk heel veel rondom de podcast om jou te helpen met het groeien van je podcast. En nou ja, nu heb ik dus ook mijn eigen podcast waarin ik jou hoop te inspireren en mijn kennis en ervaring met je kan delen. En als je mij een jaar of een half jaar of een paar maanden geleden had verteld dat ik mijn eigen podcast zou beginnen, dan zou ik je waarschijnlijk heel hard uitlachen. En mensen in mijn omgeving snappen het ook nog niet helemaal dat ik mijn eigen podcast begin, maar dat geeft niks. Ik vind het alleen maar super leuk dat jij nu luistert. En in mijn volgende aflevering ga ik je meer vertellen over waarom jij ook een podcast zou willen. Wat het kan doen voor je bedrijf en waarvoor je de podcast verder nog kan gebruiken. En in andere afleveringen ga ik het ook met je hebben over mindset. Ik ga je helpen met het groeien van je podcast. Ik ga andere podcasters uitnodigen in mijn podcast die jou kunnen helpen met groeien. Die hun tips en ervaringen weer kunnen delen met jou. Dus mocht jij nu denken, nou, het lijkt mij eigenlijk wel hartstikke leuk om mijn ervaring hier te delen. Laat het me dan gerust weten. Dat vind ik hartstikke leuk. En nou, dan ga ik hem hierbij afsluiten. Ik vind het echt super leuk dat je hebt geluisterd. En ik zie je graag weer bij een volgende aflevering. Ontzettend bedankt dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Podcast Mentor. Als je deze aflevering interessant of inspirerend vond, dan zou ik het super leuk vinden als je hem deelt op social media of met je businessvriendinnen. Op die manier kan ik nog meer vrouwen helpen hun verhaal te verspreiden en zichtbaarheid te vergroten door middel van hun podcast. Ik zou het ook super leuk vinden als je het in je stories deelt wanneer je naar een aflevering van mij luistert en mij hier een tag. Heb je zelf hulp nodig of heb je vragen over je podcast? Stuur me dan gerust een berichtje. Op Instagram ben ik te vinden onder @jessicaboots.nl. En luister je vaker naar deze podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat door middel van een aantal sterren. Ik wens je een hele mooie dag en tot snel!